Ik heb foto's van de vliegtuig gezien. Ik zeg tegen Danny, ik zeg, er zit een mitrailleur op. Nee, dat is niet waar. Ja, dat is dus wel echt waar. Ja, wat is dat? Hoe zou dit vliegtuig hier beland zijn? Yo, ik ben Marvin. En ik ben Sven van Svenergy. En vandaag zijn we in België. We gaan vandaag een verlaten vliegtuig opzoeken. Ja, midden in de bossen. Dat gaat nog wat worden, want er wordt een hele looptocht, denk ik. Ja, en dan gaan we zeker kijken. En we vergeet even Sven niet te abonneren. Hier beneden. Ja. En dus zeker dat blauw duim omhoog, want bij meer blauw duim omhoog komen er veel meer avonturen en veel meer verlaten locaties. Met Sven, en dat wil jij zien. En dat wil jij zien natuurlijk. Zoals je hier achter mij ziet staan er wilde koeien in de wei. We lopen op dit moment echt door een gigantisch groot bos, want hier achter mij ergens in de bossen daar ligt een verlaten stuntvliegtuig. En die willen wij natuurlijk gaan bezoeken, maar ik ga niet door dit weiland heen, echt niet. We lopen er gewoon lekker omheen, want ik wil niet door een koe aangevallen worden. En dan door het weiland snel naar de andere bos lopen, want daar staan wel twee huizen. Ja, ik denk dat we dat doen. Oké, gaan we dat doen, man. Ja, anders die mensen die zien ons natuurlijk ook lopen hier, ja, hè? Daarom. Ja, daarom. Weer allemaal brandnetels. We moeten dit echt doen, man. Ik wil dat stuntvliegtuig echt gaan bezoeken. Ja? Hier zit een slootje, dus we zullen even moeten springen. Maar gaan we het doen? Ja. Echt kut, hè? Ik ga eerst. Daar gaan we. Oh, vol in de brandnetels. Nu heb ik er nog geen last van. Nou Danny, nou jij. Oké, zoals jullie net zagen zijn we dus een slootje overgesprongen. En we komen steeds dichterbij in de buurt van het bos. Maar hieromheen zitten overal koeien. En kijk ook waar we doorheen lopen. We zakken gewoon bijna weg. We zakken gewoon bijna weg in het riet. Of wat het ook is, het is gras, het staat keihoog. Nou, ondertussen lopen we hier al denk ik zeker een half uur al zo rond. Maar als die boer ons tegenkomt, dan hebben we echt een groot probleem. Maar hier heb je al het begin van het bos. Gelukkig. Oké, we hebben een soort van ingang gevonden. Daar loopt een pad. We moeten alleen door dit heen. Ik weet alleen niet of er stroom op staat, dus oppassen. Ik denk het wel voor die koeien. Ja, ik ga dat niet proberen, jongen. Ja, ik zit hier van die natuurbeest. Van die enge bandjes. Ik zie daar een huisje staan. Een stukje verderop. Ik weet niet wat dat is. Ja, ik kom in één keer in de bewoonde wereld. Zullen we daar even gaan kijken? Ja. We gaan hier op mijn vloer even kijken. Danny is dus net even bezig kijken naar huis. Maar wat stond erin? Een stoel. Een stoel? Verder is niks. Ja, maar wat is dit dan voor? Oh. Dit is heel raar. Dit is een of andere box. Voor kippen of zo in te doen. Voor vogels. En allemaal spullen. Hier liggen kogels in. Ik heb serieus kogels gevonden. Hier. Allemaal patronen. Ja, gek. Hey, dit is gewoon lijkt wel van de shotgun, man. Hey, check dit wat ik heb gevonden, man. Ik geloof nooit wat ik heb gevonden. Hey, Sven, Danny, weet je wat er in die ton ligt? Check dit. Dat was het. Dat van de shotgun, man. Shit, bro. Ja, man. Hey. Nee. Dit is niet goed, hè? Kijk hier. Dit is echt niet gelogen. Hij trilt helemaal. Joh. Ja, maat. Vind je gek? Ik vind het donder dat ik gewoon helemaal vol met munitie. Echt? Ja. Er wordt zeker iets gedaan. Oké, we moeten snel naar het stuntvliegtuig, man. Oh, yo. Ja, serieus? Ja, ik zie het. Vet. Lekker die. Nou. Die hebben we dus net gevonden. Oh, we hebben echt drie kwartier een uur moeten lopen. En Sven zegt net tegen mij, oh echt jongen, als we het nou niet meer vinden, dan ben je echt een janus jongen. Maar we hebben hem uiteindelijk toch gevonden. Want hier beneden, hier ligt hij, hij is gewoon midden op een pad.
ik heb foto's van de vliegtuig gezien. En ik zeg tegen Danny, ik zeg, er zit een mitrailleur op. What the fuck? Het is gewoon... Ja, dat is dus wel echt waar. Hier zit een mitrailleur op. Hoe zou dit vliegtuig hier beland zijn? Ja, ik denk als hij is neergestort, dan zal hij niet zo intact zijn, nee, zou je toch? Zeggen, hè? Ja, de vleugels zijn wel afgebroken. Ik heb al een paar foto's gemaakt, maar wat Danny dus net zei, een of andere mitrailleur of zelfgemaakt geweer, iets op luchtdruk. Dat ziet er zo tof uit, hè? Op een vliegtuig. Ik zal er eens even ingaan. Hier zit ook nog een stoeltje in. Hier zit nog gewoon een stoel in. Je ziet het niet. Even mijn lamp aanzetten. Hier is de stoel waar de piloot in heeft gezeten. En dan kon hij hier dit dakje, dan kon hij dicht schuiven, dat gaat nou niet meer. En dan zat hij veilig in zijn vliegtuig. En hier heb je nog de cockpit. Hey, zie je dat? Holy shit. Hey, hoort dat wel? Ja, tuurlijk, want hij moet toch dat stuur naar zich toe trekken? Ja, ik doe een keer per ongeluk zo op dat stuur en hij gaat in één keer naar voren en naar achteren. Oh ja, als hij erin ging zitten, ja, dan stond dat stuur naar voren en dan ging je zitten en dan trok je dat stuur zo naar voren toe. Maar ja, twee sturen. Ja, dus misschien zat er iemand bij. Dat is wel echt zo vet, hè? Al die knopjes zitten er nog op. Ik weet bij god niet wat het betekent. Allemaal poken en hendels en... een hele constructie. Ja, hier heb je dus het geweer. En een of ander logo er nog op. En ook gewoon die vleugel. Alles is eigenlijk nog best wel vrij intact. Ja, op de verf na dan, die is al een beetje afgebladderd. Een klein beetje doorgeroest. Maar zo midden in een bos. Raar, hè? Ja, dit is echt raar. Dit was het weer, mensen. Een nieuwe video van Exploring TV. Het begint al heel erg donker te worden. Ja, het begint al super donker. Ja, super donker. Het gaat al wel. De zon is sowieso al onder. En het gaat nu binnen, nu in een kwartier, is het gewoon pas boem donker. En het gaat nog regenen ook nog. En het gaat regenen. En we zitten midden in een bos. Maar ik vond het vliegtuig. Ik vond het echt dik, joh. En die gun die erop ziet, was echt niet normaal. Had ik nooit verwacht dat die erop zou zitten. Ik ook niet. Ik had het gehoord. Maar niet verwacht. Maar niet verwacht, nee. Ik dacht dat die al lang weg was natuurlijk. Dus mensen, vond jij dit een tof avontuur? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Yes. En hit die abonneerbutton zo hard als je kan. En dan zien we jullie volgende week. Later. Volgende week. Ciao. Before you go, don't forget to like and subscribe to Exploring TV.